Jerry, mag ik even, wat voor boeken heb je meegenomen? Ik heb één verzamelbundel, er staan drie romans in, een trilogie, Dicht bij Zee. Een verhalenbundel die heet Achterland en daar staan stukken in, onder andere één of twee stukken over Johnny. En Achterland, omdat het behandelt dat wat achter mij ligt en wat van invloed is geweest. En een verhalenbundel die niet meer echt in de handel is, die heet De Bovenman, met op het omslag mijn grootvader, die net als mijn vader variété-artiest was. Misschien is het nu tijd om te gaan voorlezen, dacht jij? Ja. Oké. Zal ik weggaan, Thierry, of zal ik blijven zitten? Wat je gezellig vindt. Wat jij gezellig vindt. Wees van harte welkom, maar je misschien... Ik vind het leuk misschien om even beneden te gaan zitten. Doe maar. Oké. Lourdes heeft mij altijd buitengewoon gefascineerd. Niet omdat ik religieus ben, helemaal niet. Ik heb het over bedevaartsoord natuurlijk. Van de Duitse schrijver Kurt Tucholsky. En wat ik daar las, dat heette Ein-Pyreneen-boek. Toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn dat dat bestaat op aarde. En toen ben ik gaan zoeken en toen bleek dat Lourdes nog steeds bestond en dat mensen daar nog steeds naartoe gingen. En sommigen beweerden dat ze daar genezen zijn, een rolstoel achter hebben gelaten of dat er, al die wonderen die daar, zo ben ik daar, een aantal keren ben ik daar geweest, ik heb erover geschreven en ik heb er een film over gemaakt. En een van de meest wonderbaarlijke plekken in Lourdes, dat zijn de baden. Lourdes heeft alles met water te maken. Water is ooit Bernadette Soubirous aangewezen door Maria. Als je in de baden gaat, gedompeld wordt, daar heb je de grootste kans op genezing. Maar daar kom je niet zomaar in, want het is een afgesloten aangelegenheid. Daar staan priesters voor en zo. En je komt er alleen maar in als je zelf in bad gaat. Of als brancardier. En brancardier, dat zijn de zeer katholieke mannen, want het is buitengewoon smerig werk om dat te moeten doen. Moeilijk werk, laat ik dat zomaar noemen, maar soms ook smerig. Omdat je de zieke en gewonde en gekwetste moet je uitkleden, je moet hun zwachtels moeten af, ze gaan naakt, er is een lendendoek om en dan wordt dus gedompeld in ijskoud water en dan eruit. Ze mogen zich niet afdrogen en dan weer voort. En ik heb het geluk gehad dat iemand zo aardig was, de directeur van de ziekenverpleging, om mij daar als het ware binnen te smokkelen. Ik kende de katholieke rituelen niet, dus ik kon niet echt meebidden. Maar ik keek goed naar wat de anderen deden en zo in die zin. Dus ik was brancardier. Brancardiers die hebben canvas bretellen om met lussen en daar droegen ze de brancards in, vandaar die naam brancardiers. De piscines bevinden zich in een laag grijs gebouw met 5 toegangen. 3 voor vrouwen afgesloten met bronzen deuren en 2 voor mannen. Er kan gebaad worden van 's morgens 9 tot 11 uur en van 's middags 2 tot 4. De vrouwen staan uren in de rij, de belangstelling van de mannen is naar verhouding veel minder. Buiten staat een priester onophoudelijk te bidden. Hij maakt erbij gebruik van een microfoon. De gebeden klinken sonoor, de wachtende prevelen mee. De priester, Gloria Patri et Filio, Spiritus Sanctus. De zieken krijgen voorrang. Brancards worden binnengedragen. Invaliden worden uit de kerkjes overgeplaatst in handzame modellen. Een luid, snikkend, mongoloïde meisje wordt uit de ingang geleid door een verpleegster die haar bemoedigend op de rug klopt. Moeders komen aanrijden met in alle opzichten vergroeide en mismaakte kinderen. Het baden vindt plaats in strenge beslotenheid. Geen verkenning vooraf, wie er naar binnen gaat, zal gedompeld worden. De geheimzinnigheid, het gefluister over wonderen rond de baden, fascineert mij zeer. Als een landgenoot die het voorrecht wenst te hebben in de piscines te mogen werken, betreed ik de herenafdeling. Kijk maar wat de anderen doen, roept de ziekenhuisdirecteur op. En dokter Eysink, een van de artsen daar, zei: werken in de piscines is een van de rotste baantjes en daarom de grootste eer. Mijn collega brancardier bindt een blauw schort voordat het ver over de knieën valt. Het is nat. Ik rol de broekspijpen van mijn pantalon hoog op.
Een oude man met een alpinopet klapt in de handen. Priez. De brancardiers stellen zich in rijen voor de baden op en bidden. Béni soit la Sainte et Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Mijn profane oog telt 6 baden gescheiden door witte gordijn aan de zijkant en een blauw-wit gestreept gordijn bij de ingang. Ik bevind me in het gezelschap van 3 Engelsen, een Italiaan en een Belgische padvinder. Deze laatste kijkt zeer benauwd, ook voor hem is het de eerste keer. De weerszijde van de witte gordijn staan 5 houten grijze stoeltjes. Op de grond glanzen de tegels van graniet. 2 treden omlaag, 1 staat naast het bad dat 2 meter lang is, eveneens van graniet en gevuld met 1500 liter helder ijskoud bronwater. Haaks op het bad is een klein smoezelig wit gordijn gespannen. Daarachter moeten de pelgrims hun onderbroek uitdoen. Het gordijn wordt opengeschoven en een groep mannen treedt binnen. De brancardiers zeggen tegen de mannen dat ze zich moeten uitkleden. De onderbroeken zakken pas wanneer koude, natte doeken de grootte van een badhanddoek om hun middel wordt geknoopt. Uit een van de baden naast ons schreeuwt een man wanhopig: Help me, Bernadette, help me! Ik hoor water opspatten en proesten. Onze eerste gaten water. Een kale oude man met dunne benen. Nerveus beweeg ik mij naar de achtergrond waar ik de Belgische padvinder ontmoet. Aan elke zijde van het bad staat een brancardier. De bader gaat 2 treetjes af die in het bad zijn aangebracht. Hij loopt door het water tot voor een van kleine natuursteentjes gemetselde muur waar een wit Mariabeeld hangt. Op ooghoogte hangen verkorte oefeningen van berouw in verschillende talen. Die leest de bader opgeholpen door 2 brancardiers. Dan moet hij de armen over de borst kruisen en bij de rug en de schouders gesteund gaat hij kaarsrecht achterover het water in. Het gelaat blijft boven. Na het kussen van een zilveren Mariabeeldje dat even in het water is gedompeld, verlaat hij het bad. Ik krijg de opdracht om de handdoeken uit te wringen. De een naar de ander gaat in het water. Ik word gevraagd de doeken om de naakte lijven te knopen. Weerzinwekkende lijfgeuren doen mij kokhals. Ik sta op het punt weg te lopen. De Belgische padvinder knipoogt. Put your pants down, sommeer ik een oude Engelsman. Diens pants zijn gevuld met ontlasting en gillige urinesporen. Hij hangt die onderbroek met de binnenkant naar buiten, zeer beheerst aan het daartoe bestemde haakje op enkele centimeters afstand van mijn gezicht. Een rijtje mannen in onderbroeken staat te wachten. Ik kijk naar een oude vader en zijn geestelijk gehandicapte zoon die zich met een angstige blik in hun ogen ontkleden. Mijn walging blijft, deernis komt erbij. De meeste baden tenslotte om beter te worden en te genezen van God weet wat voor kwaal. Een Spaanse monnik trekt de pij over zijn hoofd, hij heeft een bochel en een buik waar een voetballer lijkt te zitten. Een Ier zit op een stoeltje en heeft moeite met zijn broek. En de Engelse brancardier schiet hem te hulp. Zijn rechterbeen zit vanaf de knie tot de enkel in het verband. Langzaam rolt hij de vleeskleurige zwartels af. Een stuk schuimplastic valt op de grond, daarna gaas. Grote etterende gaten over zijn hele onderbeen. Ik bind hem een doek om. Hij stapt het water in en rilt. Gezondheid en gebrekkige bid voor ons, hulp de zieke bid voor ons. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht nemen tot uw heilige Bernadette, bid voor ons. De Ier wordt gedompeld, mijn neus jeukt, maar ik durf niet te krabben, omdat mijn handen en mijn armen kletsnat zijn. Ook mijn schoenen zijn doorweekt. Na een uur is het heldere water grijs geworden, de bodem valt nauwelijks nog te zien. Of ik nu wil dompelen, vraagt de geroutineerde Italiaanse brancardier. Ik probeer het niet meebidden wat verborgen te houden door het hoofd af te wenden van de bader en van mijn collega aan de overkant van het bad. Er staat een formidabel dikke man tussen ons in. Als hij te water gaat, voel ik het water tot aan mijn oksels. De man hijgt zwaar, grijpt naar de hartstreek. Hij neemt plaats op een grijs stoeltje, het hoofd tussen de handen. Als hij zich wil afdrogen, maakt de Italiaan een gebaar dat dat verboden is. Nat in de kleren en naar buiten. Want na een bad zou men niet nat zijn. Is dat ook wel geen klein wonder? Ik zie menige pelgrim met vochtplekken op zijn overhemd en druipende nekharen het heilige badhuis verlaten. De
dat het grote verschil tussen lichaamstemperatuur en het water uit de bron de oorzaak is van dit mysterie, dat horen de gelovigen minder graag. Het water in het bad is inmiddels ondoorzichtig grijs geworden. Er drijven kleine schuimvlekjes op, vlokjes. Het is mij niet ontgaan dat enkele mannen van het water gedronken hebben. Vlak voor sluitingstijd komt er nog een blinde Spanjaard. Hij wordt behulpzaam ontkleed en gedompeld. De Engelsman aan de overzijde schept handen water die hij de blinde in de ogen wrijft. Het is 4:00. De Engelse bankier vraagt: "Do you want to take a bath now?" "No," zeg ik. "Why not?" Ik weet dat het een groot voorrecht is van de bankiers om de afloop te mogen baden en eventueel iets van het badwater te drinken. Met grote haast maak ik mijn blauwe schort los en hol terug naar het hotel om lang te baden en te douchen.